Ja, hij weet het zelf nog niet. Maar dit is het moment waar hij zijn hele carrière op heeft zitten wachten. Ja, Joost Eermans, ik heb het over jou. Dit is het moment waarop het gaat gebeuren. Jij duikt precies op het goede moment in het gat wat iedereen laat vallen. Ja, want de hele tijd hebben we in Nederland aan de rechterkant van de politiek hebben we toeschouwers gehad. Ja, die zaten constant maar op de tribune. Kijk, die Baudet, daar wist je van tevoren van, daar gaan ze niet mee regeren. En ja, dat blijkt nu dus ook. Dat is afgedaan, niks voor hem. En dan hebben we er nog één op de tribune die alsmaar zit te kijken. Dat is die Wilders. Ja, die zit ook aan de rechterkant, maar het is allemaal net te extreem. En dat heeft die Eerdmans niet, dat extreme. Nee, die Eerdmans, dat is gewoon een gozer. Ja, die is natuurlijk behoorlijk rechts, maar die is nog wel netjes. En die begint niet gelijk te schelden en mensen te beledigen. Dat is wat mensen gaat aanspreken. En nog wat, die Eerdmans die gaat niet op die tribune zitten hoor. Nee. Die Eerdmans die gaat het veld op. Die gaat meespelen. Luister, jullie gaan natuurlijk nou schrijven. Ja, maar Arie, hier word jij voor betaald. Die Eerdmans, die zit jou te stieken. Nee. Want ik zag het staan in de krant. Ik zag staan, ja, 21. En ik zag die Eerdmans. En ik ken die Eerdmans, want het is gewoon een integere, aardige gozer. En ik dacht bij mezelf, ja, hier zitten heel veel mensen in Nederland op te wachten. Die gaan op die Eerdmans stemmen. En die gedachte kwam bij me op. Dus niks geld, houd daar nou eens mee op. Nou, dus terug naar rechts. Ja, waar moet je dan nog op stemmen? Dus Baudet niet, Wilders niet. En dan heb je alleen nog, zeg maar, een beetje de VVD over. Maar die VVD, die is een beetje zo aan het schuiven. En die schuift een beetje, heel voorzichtig meer, naar het midden op. Nou, en toen dacht die Eerdmans, hey, daar valt een gaatje. Hap, daar duik ik eens even in. En vloep, daar is hij met zijn jaar 21. En hij heeft nog niet eens een politiek programma. Nee, totaal niet. Helemaal niet. Hij heeft nog geen kandidatenlijst. En hij heeft, geloof ik, nu al in de peilingen 2 zetels. Dus hou die Eerdmans eens in de gaten. En ik ben het ook lang niet met alles eens wat hij zegt. Bijvoorbeeld over klimaat en zo. Brrr, daar heeft hij een beetje een matig standpunt in. Dus dat weet ik allemaal niet. Het gaat erom dat hij slim is, die Eerdmans. Want hij is nou net bijna 49, 50 jaar, zoiets is hij. Hij heeft in de Tweede Kamer gezeten. Hij is wethouder geweest in Capelle aan de IJssel. In Rotterdam is hij dat ook geweest. Hij heeft alles meegemaakt met Pim Fortuyn. Die gozer heeft al een hele carrière achter de rug. En die Eerdmans, die is er klaar voor om in een kabinet te stappen met Rutte, wat er straks aankomt. En mensen, die gaan dat aanvoelen. Mensen hebben ook, net als ik, een beetje het idee van, ja, dit is het moment voor Joost Eerdmans. Dus, jongens, let op mijn voorspelling. Die gaat heel hoog komen.